Ja, vandaag was heel gezellig. Vond het heel mooi. En vandaag was ja, een leuke dag. En de meeste wat ik leuk vond was mijn mop, wat ik verteld heb. Nou, begin ik. Drie vrienden die gaan op reizen. Ze nemen vliegtuigen. Nou, dan gaan ze 1, 2, 3. Tot de negende. Dan komt de negende en komt die laatste erin en op de laatste, hij gaat lachen, die jongen. Dus hij gaat lachen en hij wordt opgegeven. Hij ziet die andere jongen. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Maar we hebben geleerd dat volwassenen minstens zo fanatiek zijn. Door tijd met iemand door te brengen, kun je die persoon leren kennen. Maar zo is het ook met God. Hoe meer tijd je doorbrengt met God, des te meer je leert van hem en over hem. Iedereen uit de groep doet een blinddoek op. Heb je die bij je? En stapt in een busje door de drop-in. Ah ja, jij. Niet te strak. Ja.
Ja? Ja. Ja, ik heb lens in. Ja, je kan 10 meter naar voren recht vooruit. Er staat niks voor je. Zo goed! Ja! Gooi er gewoon over en weer gooien. Ja! Gooi er een andere vak. Ja! Hoeveel hebben jullie al? We zijn er. Kom maar. Ja. Ik geef je zelf een. Geloof niet. Hm? Geloof niet goed? Ze vragen of hij iets met media of niet? Ja. Jongens! De bedoeling is om een zo hoog mogelijk toren te maken. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Volgens mij een klein de diepte van zijn lijden, angst en pijn is dieper dan ons lijden ooit zal zijn. Hij gaat ons voor, hij draagt ons door dit lijden heen. Zie hoe hij aan ons lijdt, voor ons strijdt. De beker drinkt, wie zijn wij, dat hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt. Heel mooi, heel waardevol. Je leert andere mensen kennen. Er zit heel veel diversiteit in. Wat gaat hier gebeuren, Peter? Hier, wij zijn ontbijt aan het klaarmaken. Dit is net aalmaswijn, maar dan anders. Ja, mooi hoe de sfeer alweer is deze ochtend. Ik hoop dat jullie het warm hebben gehad vannacht. Dat niet je rit van je slaapzak kapot was, want dat is best wel koud. Maar volgens mij zie ik allemaal frisse mensen, dus heel goed. Vraag heeft u al doen? Ja. Dat was mijn mop wat ik verteld heb en het spelletje wat we gedaan hebben. Dus dat was heel tof. Yeah!
Wat is er gebeurd? Drama. Waar zijn de pleisters? Ik ga nooit meer aardappelschillen.